Pascal Kuiper, je hebt net je handtekening gezet onder je eerste proefcontract. Ja, dat klopt. Ja, supermooi. Het is een supermooi gevoel ook. Het is wel echt genieten. Dat is een moment waar je lang naar uitgekeken hebt, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Het is wel een kleine droom die uitkomt, om zo te zeggen. Kan jij je voor de mensen die jou nog helemaal niet kennen voorstellen? Ja, tuurlijk. Ik ben Pascal Kuiper. Ik ben 16 jaar oud en ik ben keeper. Dat is mijn positie. Hoe lang speel je al bij Excelsior? Ik speel al 5-6 jaar bij Excelsior. Ik ben begonnen in de ages, dus al een hele poos. Ja. En waar heb je daarvoor gespeeld? Mijn vorige club was VV Drechtstreek. Daar heb ik sinds dat ik 5 jaar was begonnen met voetbal. En daar ben ik begonnen. Tot hier eigenlijk. En ben je meteen begonnen met keeper of is dat later gekomen? De trainer die had een keeper nodig en niemand stak zijn vinger op. Dus ja, ik dacht van daar ga ik wel op de goal. En sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer afgekomen. En ook nooit spijt van gehad? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nooit spijt van gehad, nee. En hoe ben je bij Excelsior teruggekomen? Hoe is dat gegaan? Ik heb een talentendag meegedaan. En daar werd ik in gescout. En toen mocht ik stage lopen en na een paar trainingen werd ik aangenomen. En dan speel je hier in de jeugdopleiding en op een gegeven moment dan beland je ineens op de bank bij het eerste. Ja, klopt. Hoe zit dat verhaal in elkaar? Ja, klopt. Volgens mij Alexander Adame, die had een rode kaart gepakt. En toen hadden ze geen derde keeper, dus moest ik mee. En ik was 15 jaar en het was een supermooi moment ook. Alleen voor de wedstrijd werd ik binnengeroepen door de trainer van je mag eigenlijk nog niet op het wedstrijdformulier, want je bent nog maar 15 jaar. Dus mocht ik wel op de bank meezitten en alles meemaken, gelukkig. Maar het was een hele mooie ervaring, zeker. Ja. En begin dit seizoen ben je ook mee geweest op trainingskamp? Ja, klopt. Hoe is dat om dan ineens met de selectie op trainingskamp te zijn? Ja, supermooi. Ook heel erg leerzaam, zeg maar. Het is echt heel veel opgepikt. Ook van andere keepers en echt super leerzaam. Hey, en de handtekening staat nu onder je contract. Klopt. Wat zijn jouw ambities voor de komende jaren? Hier om zoveel mogelijk te ontwikkelen en zoveel mogelijk te leren hier zo. En dan uiteindelijk hier doorbreken, dat zou wel mooi zijn. Hey, wie is jouw grote voorbeeld als keeper? Dat is een goede vraag. Als keeper, mijn grote voorbeeld, ik denk Manuel Neuer. Dat is wel echt, daar keek ik echt toen ik klein was wel... Nou op, zeg maar, van wat hij allemaal deed. Ja. En wat is het dan wat je zo bewondert in? Meevoetballen. Hij is een hele complete keeper, maar ook op de lijn is hij echt supergoed. Het is echt een voorbeeld, om zo te zeggen. En wat zijn jouw eigen sterke en misschien wat minder punten? Ik ben groot. Dat is sowieso een sterk punt. Op de lijn ben ik goed. Ik denk meevoetballend kan ik ook nog zeker verbeteren. Positionerend ook. In het voetenwerk kan ik ook verbeteren. Maar daar werken we hard aan, dus... Ja. Goede ambities voor de komende jaren. Ja, zeker.